Hij zat een beetje scheef, hè? Maar op zich is het niet ernstig. Nee. Oeh, IVO'tje. Oké, daar gaat iemand. Hoi en welkom bij een nieuwe vlog van ons. Lauren, waar zijn we vandaag? Wij gaan vandaag naar het NK Pitchen in Utrecht in de Tivoli Vredenburg. Want daar doet Ralf de Groot mee als Rotterdammer. Laten we gaan. Oh, yeah. You need, let me know before you leave. Did you get what you came for? There's a world at your feet when you're standing next to me. Did you get what you came for? Ja, neem je tijd, Laura, neem je tijd. Het is niet alsof we te laat zijn. Shit. Als we naar Tivoli lopen, we waren al te laat, is het een jaarbeurs. Ja, dat dus dat is echt, echt helemaal de andere kant op. Dus net als later komen. Yeah! Op zoek naar een restaurant. Maar voordat ik een restaurant binnenstap, vind ik het fijn om te weten dat het eten goed is, maar vooral ook dat ik niet te veel betaal. Met de Restauranto-app sturen restaurants last minute kortingen naar mensen die op dat moment in de buurt zijn. Oké, dat was het Ralf. Hij deed echt super goed. Hij deed echt oprecht zijn idee is ook echt top. Als je een app hebt en daar kun jij kun je alvast reserveren en betalen voor je eten. En zo kan je goedkoper prijzen. Ja. Misschien moeten we de pitch nog een keer luisteren, dan gaan we het beter uitleggen. Ja, dit is waarom wij niet pitchen, dit is waarom wij vloggen en hij pitcht. In ieder geval ging het heel erg goed en hij is dus nu naar de tweede ronde. Ze hebben eerst net hun eigen idee gepitcht van hun eigen onderneming. En nu gaan ze een ander bedrijf pitchen. En daarna krijgen we de winnaar, de officiële NK Pitcher voor ondernemers. Wauw. Wij staan hier met Ralf. Gefeliciteerd. We gaan naar de volgende ronde. Yeah. Yay, dankjewel. Het ging heel goed. Ja, ik was echt zenuwachtig wel, maar uiteindelijk ging het best wel lekker. Dus En had je nog een moment dat je dacht, ah shit, dit moet ik zeggen. Eén seconde tijdens een pitch, als ik één milliseconde gewoon dan even iets kwijt ben, maar dat valt omdat je het zo vaak hebt geoefend, valt het naar voren. Ja, wat is nou jouw ultieme pitch? Ja. Heel vaak oefenen. Het is echt heel simpel, maar ik heb hem denk ik echt al 100 keer geoefend. En dat doe je dan toch een neutraal nog zo mondaan? Weet je wat het is? Als je hem gewoon heel vaak oefent, dan heb je op een gegeven moment zit er zoveel in je hoofd dat je niet meer hoeft na te denken over de tekst. Ja, dus dan kan je gaan bezighouden met hoe je het presenteert. Okay. Ja. Dus heel vaak oefenen. Dames en heren, met trots presenteer ik u de winnaar van het NK Pitchen 2017, Eline Leijten van Plaggevaart. Derde geworden, maar wij zijn super trots op de Rotterdammer in Utrecht, die gewoon derde is. En dat was nog de derde van heel Nederland, NK, dus ik bedoel, super tof. Nou, dat was de vlog dus voor deze keer in Utrecht, in plaats van Rotterdam. Beetje onwennig, maar vond het leuk. Ik vond het heel leuk. Wij gaan netwerk borrelen. Wij gaan lekker borrelen. Zie jullie de volgende keer. Dag! Cheers.